In deze 10e aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast ga ik het met jullie hebben over videomarketing. Ja, videomarketing is natuurlijk anno 2015 helemaal hot and happening. En het belangrijkste wat je op dit moment kan doen om aandacht te genereren. Nou, zelf ben ik hooguit een jaartje nu bezig met videomarketing en niet eens zo ontzettend intensief. Maar de laatste tijd is dat wel in een stroomversnelling gekomen. En ik heb de laatste tijd ook erg veel geleerd over hoe je videomarketing effectief kunt inzetten. En wat dat allemaal voor jou kan doen. Nou, in een latere aflevering van de podcast zal ik in gesprek gaan met de specialist. Dat zal zijn Ted Damen. Ted is ook co-auteur van het boek Succes met e-commerce. En dan gaan we wat meer de diepte in. Voor vandaag zal ik eventjes bij wat basisdingen stilstaan. Maar wat is videomarketing nu in essentie? Je kunt het natuurlijk hebben over elke opgenomen video die je online publiceert. Daar zit een vorm van videomarketing in. Maar vaak sta je er niet eens bij stil. Nou, wat doe ik zelf zoal de laatste tijd wat ook stiekem dus onder videomarketing valt? Ten eerste natuurlijk Periscope. Dat hebben we in een eerdere aflevering al behandeld. En de livestream app waarmee ik online ga. In gesprek kan gaan met mensen die inloggen. Maar goed, dat is dus video. En vervolgens wordt die video ook gepubliceerd op de verschillende online kanalen. En ook nu kun je dat soort dingen nog terugkijken. Is dus eigenlijk gewoon videomarketing in essentie. Dan heb je zelfs bij Twitter nog een vorm van videomarketing. Namelijk de bedankt video's die ik opneem. En ook af en toe de vragen die ik stel. Je kunt via de Twitter-app zelf ingebouwd tegenwoordig ook korte video's opnemen. Maximaal 15 seconden als ik me niet vergis. Wellicht wordt dat alweer uitgebreid straks. Maar goed, dat is een heel makkelijk en heel snel kanaal om de directe communicatie met je volgers te versnellen en om die positief te beïnvloeden. Ik krijg altijd hele leuke reacties van mensen die mij zijn gaan volgen op Twitter, die ik dan vervolgens een persoonlijk bedankt videootje stuur. Ja, dat kost mij letterlijk maar 10 tot 20 seconden om zo'n video op te nemen en toe te sturen. Dus dat is super leuk en het is super effectief. Hey, dat zijn even twee hele korte actuele dingen die spelen rondom videomarketing bij DGOC zelf dan, zeg maar. Maar we gaan eventjes terug naar de basis, naar het begin. Videomarketing, ja, waarom zou je er eigenlijk aan gaan beginnen? Wat is voor jou een reden om aan videomarketing te doen? Nou, wat in het boek Succes met e-commerce ook naar voren komt erin, is dat mensen nou eenmaal, en dat is niet nieuw, maar dat mensen zijn nou eenmaal visueel ingesteld. Het is nou eenmaal een feit dat beelden meer spreken dan woorden. Het grijpt de aandacht. Een van de actuele onderwerpen die daarin spelen, als je het hebt over video's publiceren, is de strijd tussen YouTube en Facebook. Ongetwijfeld ook wel op allerlei plaatsen eerder gepubliceerd. Maar tot niet heel lang geleden was het allerbelangrijkste om op YouTube te publiceren. Dat is het nog steeds, want YouTube is enorm groot en het bereik wat je daar kunt genereren is natuurlijk fantastisch. Maar Facebook is wel frontaal in de aanval aan het gaan. Op het moment dat ik nu een video publiceer en die upload bij YouTube zelf en ook apart upload bij Facebook zelf, dan zien wij nu toch echt wel dat er veel meer views binnenkomen op Facebook. En dat is natuurlijk wel een hele interessante ontwikkeling. Goed, wat zijn nou eigenlijk voordelen van videomarketing als je er zo eens over doordenkt? Een voordeel van videomarketing is bijvoorbeeld dat je het persoonlijker kan maken allemaal. Hè, op het moment dat je online adverteert of je schrijft een blog of een tekst, staat er vaak wel een fotootje bij, maar dat is dan vrij zakelijk. Nou, op het moment, al helemaal als dienstverlener, op het moment dat jij een videootje opneemt en die publiceer je, dan ben je gewoon wat zichtbaarder voor je klant en wat zichtbaarder voor de mensen. Daardoor komt het internet ook wat dichter bij de werkelijkheid en wat dichter bij hoe het leven van mensen er in het echt, zou ik maar zeggen, uitziet ten opzichte van het wereldwijde web. Een ander voordeel is natuurlijk dat video's publiceren blijven lang online en het vergroot jouw vindbaarheid. Google indexeert ook video's, natuurlijk met name die van YouTube, omdat YouTube onderdeel is van Google. Dus daar is gewoon een heleboel te winnen. Nou, dat zijn maar eventjes twee korte voorbeelden van wat de voordelen van videomarketing zijn. En wat voor soorten video's kun je nu eigenlijk opnemen? Laten we daar eens bij stilstaan. Nou, ik was niet heel lang geleden was ik op een masterclass bij TED in Maastricht. En daar hebben we dit ook besproken.
Op die masterclass hebben we vooral geleerd hoe je een introductievideo kunt opnemen. En dat is het type video wat bijna elk bedrijf wel nodig heeft en wat elk bedrijf wel gebruikt. Waarin je jezelf voorstelt, waarin je kort en bondig vertelt wie je bent, wat je doet en waarom mensen voor jou als persoon of als bedrijf zouden moeten kiezen. Nou, dan heb je video's die weer een stap verder gaan, echte productvideo's. Nou, dat kan op verschillende manieren. He, productvideo in de zin dat je zelf een bepaald product of een bepaalde dienst van jou aanprijst en dat één op één vooral daarover gaat. Maar een productvideo kan ook een productreview video zijn, zoals bijvoorbeeld Coolblue heel veel van dat soort video's maakt, waarbij ze alle soorten producten die ze verkopen onder de loep nemen. Dus dat is wel weer een heel ander type video natuurlijk. Nou, dan heb je de klant-testimonial video's nog. Dat is met name in de dienstverlening ook een hele belangrijke. En ook veel makkelijker om op te nemen nu als vroeger. Ik weet nog wel dat ik een jaartje geleden een persoonlijke coach had die mij om zo'n videootje vroeg. Nou, ik zei ja en 2 seconden later stond de camera voor mijn neus als in haar mobiele telefoon omhoog. En weer een half minuutje later hadden we een testimonial opgenomen en kon die gelijk online. Dus zo snel kan het gaan, zo simpel kan het gaan. En als je dat soort dingen verzamelt, ja, dan voor je het weet heb je daar een heel portfolio vol mee. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, dan heb je tot slot nog qua soort video's heb je dan de entertainment video's. Dus hier staat amusement en entertainment voorop. En uiteindelijk zit er altijd wel weer een soort van salesdoel achter. Nou, ik hou het een beetje kort vandaag, omdat ik niet te veel gras voor de voeten wil wegmaaien van Ted over een paar weken als hij live gaat met zijn interview. Maar waar ik nog heel even stil wil staan bij jullie is bij het publiceren van de video's. Ik heb het net al genoemd dat het een groot verschil maakt of je video's publiceert op YouTube of op Facebook. Maar vergeet ook de andere kanalen niet. Denk er bijvoorbeeld ook eens aan om te publiceren op Vimeo. Vimeo is een kanaal waarbij je heel gemakkelijk ook in HD video's kunt publiceren. En wij gebruiken dat platform bijvoorbeeld voor de publicatie van online lesmaterialen. Dat is wat heel veel van de professionals overigens doen. Vandaag hou ik de podcast even kort, omdat ik niet te veel gras voor de voeten weg wil maaien van Ted, de videomarketing specialist waar ik veel mee werk. Dus ik hou het eventjes bij deze korte tips en zo de eigen ervaringen die ik zo al heb opgedaan de laatste tijd. Blijf ons volgen, blijf luisteren. Ga gelijk door naar de volgende podcast. Misschien luister je dit wel op het moment dat er al het een en ander meer live staat. En we spreken en of zien elkaar snel weer.